Hier in het Nederlands Referentielaboratorium voor bacteriële meningitis bij het AUMC zijn er zorgen om de lagere vaccinatiegraad in Amsterdam. Van alle 13- en 14-jarigen kwam dus 77% opdagen in plaats van de landelijke 87%. Dat is eigenlijk wel een beetje verklaarbaar omdat daar in Amsterdam meer mensen zijn die anti-vaccinatie zijn, vaak hoogopgeleide, en ook mensen met een antroposofische achtergrond. En die zijn ook niet zo bereidwillig om hun vaccinatie te halen. Over het algemeen zijn er een aantal redenen te noemen waarom mensen, en dus ook de Amsterdamse vaccinatieweigeraars, hun kinderen niet laten inenten. Eén is dat ze het niet zo belangrijk vinden. Dat ze vinden dat een kind ziektes moet doormaken. Dat is goed voor hun immuunsysteem, zeggen ze. Anderzijds zijn er mensen die twijfelen aan de veiligheid van vaccins. Er wordt heel vaak gezegd dat er toxische stoffen in zitten. Ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste redenen. En dat is in potentie levensgevaarlijk. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er sinds 2015 in Nederland 41 mensen zijn overleden aan meningokokken type W. Alleen al vorig jaar ging het om 22 personen. En in januari van dit jaar overleden 2 mensen. Voor 2015 kwam dit type bacterie in Nederland nauwelijks voor. Dat een vaccinatie is aan te bevelen, maakt deze meningokokken-expert nog maar eens duidelijk. Geheel gezonde personen, van welke leeftijd ook, die kunnen zomaar ziek worden van deze ziekte. En als iemand ziek wordt, kan het ziekteverloop zo snel gaan dat iemand binnen 24 uur kan overlijden. Juist onder de jongeren van tussen de 14 en de 24 jaar is het sterftecijfer van deze infectieziekte heel erg hoog. Een derde van de personen die ziek worden van de meningokokken W, die overlijdt ook. Dus dat is behoorlijk hoog.